Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik zal vandaag eigenlijk afspreken met een oude vriendin van vroeger. Maar mijn auto zit dus helemaal in Zeeland, dus dat gaat helaas niet door. Dus ik heb vandaag andere plannen gemaakt. Even kijken, ik wil jullie even laten zien wat voor oud... En vandaag heb je met een nieuwe vriend, tenminste, van mij, een date. Ook leuk toch? Heel leuk hoor. Laat jullie even zien wat ik aan heb. Ik heb deze trui aan van Mango. Het hoort eigenlijk bij een setje met een rok. Ik heb deze trekking aan van Zara. Dit is echt een heel fijne soft trouwens. En ik heb mijn Puma sneakers aan. Dezelfde. En sokken van Messi die te groot zijn. Oh, heb je dezelfde? Goals. Vind je dat ik mijn sick korter moet maken? Ja, hij is echt heel lang. Lekker op een geitje. Heb je niks gehaald? Een banaan. Oh ja, Nesme heeft een banaan. Want Nesme heeft mij beloofd als ik met hem vandaag zou meegaan naar een afspraak. Want Nesme heeft een afspraak en hij had geen zin om alleen te gaan. En ik moest per se. Nee, dat is niet waar. Ik kan die afspraak gewoon alleen gaan hoor. Maar ik zeg, ik vind het leuk als jij meegaat met mij naar gewoon in mijn dagelijkse leven. Waarom dan? Gewoon een beetje partner in crime. Maar vind je het mij gezellig of zo? Ik vind je hartstikke gezellig. Dat is leuk als je het zegt. Maar hij heeft mij beloofd dat als ik meega, dat hij mij dan trakteert op Laplace. Heerlijk, hè? Dus je moet nagaan. Dus Mirjam die was in de ochtend was heel zo slaperig of zo. Met haar gezicht zo aan het kijken. Ja. En ik zeg tegen haar, ik fluister zo in haar oor. Ik zeg, Mir, als je met mij meegaat, neem ik je mee naar Laplace. En ze was gelijk wakker. Was mij kan je gewoon omkoppen met eten. Dat is echt heel zielig eigenlijk. Ze was gelijk wakker. Trouwens, vandaag werd ik wakker. Toen las ik even mijn comments onder mijn video's. Dat doe ik altijd een beetje in de ochtend. En toen had ik dus een comment gekregen van een wijf met... Als ik zeg wijf, dan is dat niet goed. Maar zij zei van, je hebt altijd één designer tas om. Ze zegt, en hahaha erachter, zegt ze van, ja, ik heb heel veel designer tassen. Als je dat niet kan halen, maakt het niet uit hoor. Je mag ook een andere tas dragen. Heb jij heel veel designer tassen? leuk hoor. Stop ze maar allemaal in je kut. Boeit me echt niet. Wat dacht je daarvan? Het boeit me echt niet. Mijn Louis Vuitton tas die ik bijna elke dag draag, die jongens, heb ik gewoon twee jaar terug gekregen van Nes. Geluk zit niet in spullen. Geluk zit in de mensen. Nee, mag je dat uitleggen? Die heb ik twee jaar geleden gekregen van Nes. Mijn eerste designer tas. En die vind ik altijd, no matter ik welke designer tas ook ga halen, dat is altijd mijn lievelingstas. Dat zal ook altijd zo blijven, gewoon om het gebaar alleen al. Ja. En voor de mensen die mij volgen, die weten wel dat ik wel meer dan één design tas heb. Maar het doet me helemaal geen fuck. Ik heb trouwens ook, ik verkoop ze ook. Mijn Gucci tas heb ik ook verkocht. Het boeit mij niet. Ik hecht er niet zoveel waarde aan. Dat ik het draag, dus straalt dat misschien uit. Maar het boeit mij niet. Ik ben niet die type die elke drie maanden of elke maand naar Bijenkorf gaat voor een nieuwe design tas. Ik vind het wel mooi. Dat wel. Ik heb niet liever een Zara tas dan een design tas. Toch? Hey, dat is jouw mening. Mij boeit het niet. Ik draag Puma tassen. Nesme heeft echt de laatste tijd echt heel veel scheid aan designer tassen. Ja, daar hebben ze allemaal links liggen. Ja, eerst, ik kom, zeg maar, weet, wij komen ook, we zijn met heel veel rappers, zeg maar, komen wij ook in aanmerking en zo, toch? En net als laatst met Young Ellis. In aanmerking? Ja, zeg maar, met de talkshow. In aanraak. In aanraak, weet ik veel. En dan had Young Ellis voor 2500 euro schoenen gehaald. Ja, ja, dat vond ik wel heftig. Nee, ik ben gewoon niet op dat zou ik nooit doen, dat zeg ik wel heel zeg nooit, want misschien als je miljonair bent, dan ga je misschien ja, ooit maar dat is een andere level. Dan betekent 2500 betekent gewoon voor jou 25 euro, snap je? Maar op dit moment in mijn leven is ook het dan zou ik het niet doen. Maar nogmaals, ik vind die designer wel echt heel mooi. Hè? Bij anderen als ik het zie, denk ik, wow, vet, bla bla bla. Maar ik haal het gewoon niet zo vaak. En het is niet omdat we skeer zijn. Maar als jij dat boeiend vindt, moet je het vooral doen. En je moet er echt vooral mee pronken. En onder de comments zit van, wauw, ik heb meer designer tassen dan jij. Dat vind ik wel echt heel erg cool. Cool. Wow, wij zijn nu bij de Laplace. Oh, die Burger King ruikt wel echt lekker. Ja, het is inmiddels kwart voor twee en we hebben nog steeds niet ontbeten, dus zwaar nodig. Ik hoop dat ze dit keer bij de saladebar wel wat meer hebben voor mij. En de vorige keer kon ik bij de NXT. Ik ga gewoon vreden. Guys, vandaag was het best wel te doen bij Laplace. Het is me gelukt. En dit is mijn salade. En een vegetarische tomatensoep. Dus een vegetarische Chinese tomatensoep. Vol met groenten. Oké, ik heb hier één hap van genomen en ik proef heel veel suiker, omdat ik dus bijna geen suiker meer eet. Dus ik kap hiermee. Nesem, jij mag deze, sorry. Nou, bedankt dat je mijn lichaam vol met suiker gooit. Oh.
ik ga gewoon lekker voor deze salade. Je hebt tegenwoordig bij de Laplace dus ook pannenkoeken. En Nessim gaat dus voor een pannenkoek. Ik ben benieuwd. Dit is mijn favoriete onderdeel van mijn vlog. Film me hoe Nessim eet. Eet smakelijk, hè, schat? Maar, heel erg gemeen. Je bent meer een perfecte medium. Oké, deze pannenkoek is wel echt met heel veel moeite gemaakt. Oké, nee. Weet je wat er gebeurde? Die medewerker dus, deed dus met haar hele hand in de bak met fruit. Deed zo haar fruit pakken en deed ze zo in het bakje. En Nessim heeft smetvrees. Hij kon daar echt niet tegen. Maar hij durfde dat dus niet tegen die vrouw te zeggen. Dus ik dacht, ja, sorry, maar jij gaat die fruit toch niet eten gewoon in iemands hand. Ik bedoel, als iemand van mijn hand moet eten, is dat natuurlijk ook gewoon niet hygiënisch. Dus toen waren we bij de kassa en ik zag Nessie met zijn fruit eten van, wat moet ik daar nou mee? Toen had ik gewoon tegen die vrouw gezegd, ja, wil je alsjeblieft even een nieuwe bakje fruit voor ons pakken? Want Nessie durfde niet tegen een vrouw te zeggen dat ik dat niet wou eten. Maar het hoort eigenlijk toch ook niet. Je hoort toch zeg maar niet met je handen zoiets erin te doen. Vooral niet fruit. Handschoenen. Ja, toen hebben ze het wel met je handschoenen erin gedaan. Maar ja, kan gebeuren, maar... Wij zijn nu op kantoor van Supergaande en ik dacht ik loop even weg, want we zitten natuurlijk vol met stagiaires en die wil ik niet filmen. We gaan hier even zitten en we hebben zo samen even een leuke meeting. We hebben dit jaar echt zoveel leuke plannen. Wij zijn net klaar met de meeting en Esme is even naar de wc. Hallo! We gaan lekker vegan eten. Ja, wij gaan weer lekker naar Spirit. Woehoe. Ik heb echt zin om... Oh, je sloeg me met dit ding. Ik heb echt... Oh, deze man moet er trouwens uit. Dus jij moet er ook echt Nee. Hij kan ons voordelen. Er zit een stoep tussen, toch? In ieder geval, ik heb echt heel veel zin om weer bij Spirit te eten. Ik wil er echt, sinds ik daar heb gereden, wil ik er elke dag eten. Maar dat is echt niet goed voor mij. Het is duur. Het is echt duur, zeg maar. Want het werkt allemaal op gewicht. En ja, ik ken het. Was het deze, die moreniersweg? Ja. Maar ik mis die chai latte ook altijd. Ik ben er ook echt verslaafd aan geraakt. En dat is natuurlijk veel beter dan koffie. Dus dat is mijn verhaal. En nu gaan we vertrekken. En ciao. En kijk eens wat ik hier heb. Gembershotjes. Heerlijk. Van Juice Express. Nou, mijn man heeft inmiddels met het hele verkeer ruzie lopen maken om hier te kunnen parkeren. Nou, echt een goede plek, man. En ook in één keer geparkeerd. Dat is ongelooflijk. Echt letterlijk. Iedereen was boos op hem. Ik schaam me dat ik gewoon andere kant op. Ik heb in één keer erin gezet. Kijk, huts. We zijn er al. Klaar. Oh ja, trouwens. We hebben niet eens gezegd, maar we hebben even een andere auto. Oh ja, toch? Gewoon random. Gewoon super random. Zien ze opeens een... We got a Fiat, bro. Zo, dat is mijn bordje van vandaag. Ik heb vooral veel groente, merk ik. Ik heb lekker avocado, olijven, omeletje, eiersalade, bloemkool, broccoli en ja, groene groenten. En dit is Nessie's bord. Jongens, ik ben echt verslavingsgevoelig. Ik ga ijsje halen. Is goed. Wij gaan nu dus een supermarkt binnen. Wat voor supermarkt is het, Nes? Oké, ik heb even gelezen. En het is een supermarkt voor natuurlijke voeding en cosmetica. Interesting. Dit is de vegetarische afdeling zeker. Kijk, ze hebben hier dus gewoon zwarte rijst. Ik heb het echt nog nooit gezien. Wij gaan even snoep halen voor QC, want wij gaan er zo even langs. En hij is dus vegan, dus we zijn vegan snoepjes aan het uitzoeken. Dat is wel handig hier. Welke heb jij uitgezocht? Deze. Deze? Oh, ik vind deze juist leuker. Ja, ze moet nog beter. Oké. Kijk, en dan hebben we ook koekjes voor hem gehaald. En voor mezelf heb ik pure chocola, rauw chocolate. Doe jezelf dat. Check ons hier gezellig zitten bij een kapperzaak. Levenloos in de avond. Nou, het is inmiddels 10:45 of zo. We zijn nu onderweg naar huis. We zijn echt urenlang bij Q gebleven. Het was echt vet gezellig. We hebben echt zoveel gepraat, niet normaal. Maar ja, we zijn nu onderweg naar huis. We zijn echt vet moe. Dus ik denk dat we gewoon zo even snel gaan douchen. Als onze pyjama's aan gaan doen. En we wouden nog even een docu op ze samen kijken. Maar ik besef dus nu pas dat ik geen auto heb. En dat ik dus mijn afspraak van morgen moet afzeggen. Want ik zal mijn wenkbrauw eindelijk doen bij Elnas. En ik heb het al een keer eerder afgezegd. En nu moet ik het gewoon weer afzeggen. Ik schaam me gewoon. Ik hou daar niet van. Want ik kom altijd graag mijn afspraken na, zeg maar. Maar nu moet ik het dus weer afzeggen. Terwijl mijn wenkbrauwen, ja, zie je nu eigenlijk helemaal niet. Maar die zien er echt niet meer uit.
Dus dat is jammer. Vindt ze wel mooi. Vrijdag heb ik ook nog een heel leuke afspraak. Dus ik hoop dat dat wel mogelijk is. En ze kan mij niet brengen. Nessie, jij rijdt echt te hard. Sorry hoor, maar je hebt gewoon allemaal drempels hier op de fucking snelweg. Het is een 80 weg en jij rijdt 110. Het is vanaf hier pas 80. Hij was net al 80. Hij is net 80 geworden. Nou, dag. We zijn net thuis. Ik heb me even snel omgekleed. En wij gaan nu even lekker op de bank tv kijken samen. Ik ga hier bij de vlog ook afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doei.